Landgenoten, goedenavond. Mijn naam is Bernard. Het is weer tijd voor onze wekelijkse sprookjesvertelling met vanavond de zeer ouderwetse koningin. Er was eens in een land hier niet zo heel ver vandaan, een klein plaatsje waar... Tering, dit is niks, Bernard. Maar we hebben nog maar net begonnen, ja. Ja, maar dat Duitse accent, dat klinkt toch niet sympathiek. Dat is nou typisch een zetmoment. Kansloos, geef maar hier. Er was eens in een land hier niet zo ver vandaan een klein plaatsje waar een zeer ouderwetse koningin regelmatig op vakantie ging samen met haar volkomen geflipte familie. Zij ontvluchtte regelmatig haar land omdat ze het kansloze gestuntel van haar eigen kabinet niet langer kon aanzien. Ze had een schoondochter, de beeldschone doch rancuneuze prinses Maxime. En een zoon, de domme en onhandige prins Alex. Prins Alex was getrouwd met prinses Maxime, maar neuken, homaar. Maxime! Hier in de bergen kon de ouderwetse koningin lekker tot rust komen, zwelgen in haar rijkdom en de klok zo'n 500 jaar terugzetten. Zij wilde terug naar de tijd dat democratie nog geen fuck voorstelde en zij zelf nog lekker de baas kon spelen in haar eigen egoland. Maar gelukkig ben ik er ook nog. Anders valt er met dit stelletje sneuwe types helemaal niks te lachen. Goedemorgen, Johan. Goedemorgen, koninklijke hoogheid. Is de vlag al gehezen? Lijkt me duidelijk. En waar is de ochtendcourant gebleven? Kijk, er ligt al op de middenste. Ah, mooi zo. Allemachtig. Ja, heb je het ook gelezen? Hebben we alweer een begrotingstekort? Ja, lijkt me logisch, koninklijke. Wat is er toch met ons land aan de hand, Johan? Ja, weet u het, weet ik het, en verse visie. Ah, Maxime, kindje van me. Goedemorgen, schoonmama. Goedemorgen, zeg. Daar komt even wat binnen. Ik wist niet dat het koninklijke huis iets in de familie had met zulke gaan. Ga zitten, kindje. Wist je dat ze er in ons land weer een zootje van maken? Nee, schoonmoeder. Nou, dat was in mijn tijd wel anders, niet waar, Johan? In principe wel, koninklijke hoogheid. Vroeger, in de dagen van koningin Emma. Toen hadden we nooit een begrotingstekort, altijd geld zat. Dat kwam dus omdat we toen de sterke warm rechts hadden. En die speelde hier dus aan op een vrije spits en dan praatte we zo. Dat is genoeg geweest, Johan. Nou ja, kijk. Genoeg! Wij van koninklijke bloeden moeten de macht weer grijpen. Weg met de minister van Financiën. Wat ons land nodig heeft, is een ouderwetse schatkist bewaarder. Goedemorgen allemaal. Och, wat heb je hem? Goedemorgen, mama. Wat ben je toch eigenlijk een ongelooflijk slappe zak, Alex? Moet je jezelf nou eens zien zitten? En dat moet mij straks opvallen. Laat me er toch even niet lachen. Nee. Goedemorgen, Maxime. Zo, voel je je al een beetje thuis binnen onze familie? Ja hoor, zeer fijn thuis, schoonmoeder. Kindje, wat spreek je toch nog slecht Nederlands? Heb je je laatste inburgeringskarses wel gevallen? Mierda, estúpida! Parece que tuvieras una papa en la boca, vaca imbécil! Gallinita ciega, déjame en paz, puta! Zo, heb je het weer oké? Okay? Je hebt weer voor elkaar, kindjes, weer helemaal van streek! Ik krijg een leuke vrouw voor je, en wat doe je? Je verpest het! No. Je verpest het! Johan, wat is het toch een uitvinding, die roddelbladen. Ja, dat vindt u dus ook, koninklijke hoogheid. Echt een geweldige manier om het gewone volk te leren kennen. Ja, nee, dat is dus logisch. Kijk, dit leek me een uitstekende schatkistbewaarder. Ja, ik dacht, zal het meer aan die spelen? Wat? Die? Oh, nou ja, je weet nooit. Weet je wat? Nodig ze allebei maar uit voor een sollicitatiegesprek. Lijkt me appeltje-eitje, koninklijke hoogheid. Soms lijkt het wel of... Of een meisje maar iets ziet staan. Ja, maar Alex, gedraag je als een fanman. Laat zien wie de baas is. Ja, zal ik een bosje bloemen voor je gaan plukken? Maar je bent de kroonprins. Misschien edelwijs. Kansloze sukkels zeggen dat het bloemen. Roosjes. Edelwijs is een beschermde plant in zout en die kan je maar beter niet... Bernie, je moet je muil houden. Koninklijke hoogheid. Ja, Johan. Het is dus zo dat de kandidaat schatkistbewaarders, dat die er dus zijn. Ah, laat hem binnen. Ja, dit is Freekje Rijkaard. De juiste man op de juiste plek, lijkt me. Verdient bakken met geld. Heeft zijn eigen kledinglijn. Dat is iemand wie zijn naam mee heeft. Dus, ja. En nummer 2.
Goedemiddag allemaal. Erika Terpstra, voormalig zwemkampioen, eeuwig tweede kamerlid. Heb weinig verstand van geldzaken, maar heb wel veel shitvlees. Ja, ja, dit hier is onze schatkist. Wie er het langst op kan blijven zitten? Nou, die is aangenomen. Het start zijn, Johan. Hoppakee. Knappe jongen die mij weer afkrijgt. Hop. Zo, dat is eigenlijk best lekker. Oh, fantastisch. Wat een verbluffende techniek. Ja, maar ik doe er niks voor, hè. Geweldig. Hierbij benoem ik u tot koninklijke schatkistbewaarder en de orde van de zilveren drachten. Oh, enig. Ja, nou, kom Johan er aan tafel. Dag, mevrouw. Dag, meid. Volgens mij beweegt hij nog. Oh ja, maar dat gaat zomaar niet. Wat schaft de pot, Johan? Ja, goed, je praat eens over de vruchten, barafoie, de gefrituurde zijt. Oh ja, en dat zit allemaal daarin. Lijkt me logisch, koninklijk overheid. Mama, waar is Maxime? Geen idee, Alex. Jammer, nu moet ik dus de hele tijd tegen de kop van Johan kijken. Ah! Oh, dat valt alweer mee. Kan ik u niet ergens van? Mama. Ja, ik ben Erika. Mijn naam is Koninklijke Hoogheid. Alex, ga zonder die vrouw vandaan. En zo eindigt ons sprookje voor vandaag. En wat is nu de moraal van dit verhaal? Echt geen idee. Behalve dat jullie natuurlijk volgende week willen weten hoe dit afloopt. Dus kijk dan weer naar Echeland.